Ajax neemt vrijdagavond na 5,5 jaar afscheid van het voorzitterschap van het Huis voor de Binnenstad. Het Huis voor de Binnenstad heeft als doel om de binnenstadseconomie van Nijmegen te stimuleren en werkt samen met verschillende organisaties uit het centrum van Nijmegen. Ik heb het 5,5 jaar gedaan. Ik vind periodes van 5 jaar besturen vind ik mooi. Dan is het tijd voor opvolging. Bovendien is het goed dat er een nieuwe generatie komt. Ik krijg een beetje meer tijd, maar mijn tijd is nog best erg gevuld met allerlei dingen zoals de Voedselbank, Goeders van Limburg. Het weekend Nijmegen Klinkt organiseren we. Dus ik ben voortdurend bezig met de stad. We hebben echt veel voor de stad kunnen doen. We hebben initiatieven genomen, goed samengewerkt met het gemeentehuis. Waardoor Nijmegen toch, ja, klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind dat Nijmegen meer op de kaart is komen staan. En als je her en der in het land bent, dan hoor je toch regelmatig terug. Nijmegen, oh ja, is een leuke stad, daar gebeurt van alles. Dus daar ben ik best een beetje trots op. Wat daar binnen wel is, dat vind ik dat de overheid wel wat trager is als ik graag zou verwachten. Dus bijvoorbeeld, ik geef vanavond aan de wethouder een bordje met 30. Zodat, het is 5 jaar geleden is in de raad aangenomen dat de binnenstad 30 kilometer zou worden. Dan hoop ik dat hij dat tijdens zijn wethoudersperiode voor elkaar krijgt. En dan mag hij het, als het gelukt is, mag hij het voor mij op zijn Grieks achter zijn rug gooien.